Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965. De nieuwe luitenant-generaal was duidelijk de sterke man. Minder dan een jaar na deze plechtigheid zou een nietsvermoedende Kimba door zijn pas bevorderde buurman worden terechtgesteld. Op de achtergrond hield Larry Devlin zich klaar, de CIA-agent die al bij de eerste staatsgreep had geholpen. Op 24 november 1965 was het zover. Mobutu greep een tweede keer de macht, nu voorgoed. Hij zelf werd president, een kolonel-premier. Het parlement mocht nog even blijven om de staatsgreep goed te keuren. Dat gebeurde prompt. Ook Moïse Tshombe juichte de staatsgreep toe. Maar het was een mesure salutaire. Parce que si le général Mobutu n'avait pas fait ça, je crois probablement moi-même et quelques membres de les partisans de mon parti ne seront plus vivants. Nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politique, économique, financier. Évidemment, il a pris le pouvoir pour 5 ans, nous allons tâcher de l'aider pour qu'il réussisse dans l'intérêt de tout le monde. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu et de l'armée nationale. Moi, je resterai en dehors. Maar Tshombe lag voorgoed buiten. Hij trok opnieuw naar zijn ballingsoord Spanje. In 1967 werd hij bij verstek ter dood veroordeeld en kort daarna ontvoerd in opdracht van Mobutu. Zijn vliegtuig moest landen in Algiers. Tshombe werd gearresteerd. Hij overleed 2 jaar later in gevangenschap. En hier komen de mercenaries. Mercenaries coming over the hill from Bukavu, down to the frontier area. Black Jack Scrum's battalion, his special battalion. Here they come and they're waving. Mostly they're Spaniards and Frenchmen, a few Belgians. They've been a month coming down from, almost a month coming down from Kisangani, formerly Stanleyville. Reports until now have said that they've been fleeing from a victorious Congolese army. But this doesn't appear to have been the case. It seems that they've been rather on a mercy mission rescuing white families along the route. And you can see with them the Katangi Gendarmerie also. Na de ontvoering van Tshombe waren de achtergebleven huurlingen in opstand gekomen omdat Mobutu ze wou ontwapenen. Hun leider was de Belg Jean Schramme, die ook hoopte een terugkeer van Tshombe te forceren. Dat was zeker de bedoeling van de Katangese gendarmes die zich bij de huurlingenopstand aansloten. Hun leider, kolonel Monga, richtte in Bukavu zelfs een tegenregering op. Maar het avontuur was tot mislukken gedoemd. Zonder bevoorrading van buitenuit trokken huurlingen en gendarmes zich terug in het buurland Rwanda. Schramme kreeg daar verbod zich nog ooit in Afrika te vertonen. Hij woont nu in Brazilië. Er loopt nog altijd een gerechtelijk onderzoek tegen hem wegens moord op een Belg. Zijn Katangese collega Monga kreeg van Mobutu amnestie. Net zoals Mulele werd hij nadien vermoord. Mobutu had zijn eerste serieuze krachtproef glansrijk doorstaan. In hetzelfde jaar 1967 richtte Mobutu zijn eigen politieke partij op, de NPR, de Revolutionaire Volksbeweging. Al vlug zou blijken dat de NPR in de praktijk een eenheidspartij zou worden. Dat is ze vandaag nog. Mobutu werd er zelf de voorzitter van. Dat is hij vandaag nog. Het programma van de NPR kon door Lumumba geschreven zijn. Het preekt het nationalisme op alle vlakken. Nationalisme veronderstelt eenheid van de bevolking. Daarom is iedereen van bij zijn geboorte automatisch lid van de NPR.